Geen contract! Thanks! Altijd een mooi moment. Altijd een mooi moment. De opening van een nieuwe zaak. Niet waar? Dames, heren, sieren. De rukken zijn nog wel niet helemaal vol, maar dat zal best gaan. U kunt me natuurlijk wel enkele referenties opgeven. Is dat nodig? Maar ik weet toch helemaal niet wie u bent? Misschien kan ik instaan voor lieve Chanté. Ik ken haar al zolang ze in de stad woont. Ik durf mijn hand voor haar in het vuur te steken. En wie bent u zelf? Ik ben Ma Fu. Ma Fu. Tabakshandelares. En waar hebt u uw winkel? Wel, u moet zien, hè. Ik heb er geen meer. Ik heb ze net verkocht. Zo. Er moet toch iemand zijn die mij over uw referenties kan geven? Nee. Er moet toch iemand kunnen instaan voor wat ik in mijn huis krijg? Nee. Dit is een fatsoenlijk huis, lieve kind. Een fatsoenlijk huis. En zonder dat denk ik er niet aan een contract met u te sluiten. Ik heb een neef. Oh, een neef. En wat is zijn naam? Wat doet hij? Woont hij hier in de stad? Dan kunnen we er meteen naartoe. Nee, hij woont niet hier. Hij woont in een andere stad. Ja, zei je tegen Tjoen? Ja, in Tjoen. En hij heet meneer Schwita. Meneer Schwita. Oh, ja, zeer aardige man. Lang maken. U was toch in een onderhandeling met de neef van juffrouw Chanté. Over die rekken. Dat klopt, ik schrijf met een rekening voor hem uit. Hier is hij. Ik kom morgen vroeg terug. Communisme.